Wanneer het een lange tijd aaneen warm weer is, kunnen we spreken van een hittegolf. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Een hittegolf duurt minimaal 5 dagen. Tijdens die dagen moet de maximumtemperatuur in ieder geval 25 graden bereiken. Op 3 van die dagen moet het ook tropisch warm worden. En dat betekent dat het minimaal 30 graden moet worden. De hittegolf houdt aan totdat de maximumtemperatuur niet meer boven de 25 graden komt. We spreken van een landelijke hittegolf op het moment dat aan de voorwaarden wordt voldaan in De Bilt, waar het hoofdstation van het KNMI is gevestigd. In het zuiden van het land komen hittegolven vaker voor en daar duren ze ook meestal langer. We spreken daarom ook van regionale hittegolven. In het noorden en langs de kust is tropische warmte veel zeldzamer en wordt het dus moeilijk om aan de voorwaarden van een hittegolf te voldoen. Daar komen hittegolven dus minder vaak voor. Sinds 1901 registreert het KNMI de landelijke hittegolven. De langste hittegolf die we sindsdien hebben gehad was in 1975. Op 29 juli begon toen een hittegolf die 18 dagen duurde. 6 dagen waren toen tropisch. In de zomer van 1976 was er een hittegolf van 17 dagen met 10 tropische dagen.